Hey mensen van Macdub Games en welkom bij een nieuwe Among the Sleep. Welkom bij een nieuwe Macdub Games en welkom bij Among the Sleep natuurlijk. Vorige keer, oh my fucking god, ik dacht ik heb het gehaald, joepie freaking jee. Ik loop door de buis en op het allerlaatste moment staat het monster vlak achter me. Ik probeerde nog weg te rennen. Hij had Teddy te pakken en Teddy's arm scheurde af. En toen vielen we hier naar beneden. En holy shit. We hebben de laatste memory. Maar ik weet niet of we nog überhaupt terug gaan komen bij dat huisje. Ik weet niet of ik het fout heb gedaan. We gaan er vannacht komen. Resume, alstublieft. We zijn net gevallen. En alles om ons heen is Teddy. Vulling. Teddy, dit is een armpje. Ik moet Teddy's arm hebben. Ik kan Teddy's arm niet achterlaten. Hoe doe ik dat dan nu met licht? Ren daar naartoe. Jezus zeg. Laat me niet zo schrikken met je lichten. What not now? Dat is mama! Not now, hon. Mam! Mam! Ik heb de hele tijd naar jou lopen zoeken. Kom hier! Teddy! Je moet Teddy's maken! I said not now. Dat was mam! Die verandert in het monster! Even terug in mam! En weg! En zat ze nou te drinken? Ze heeft iets achtergelaten. Een fles. Allemaal rode dingen. What the fuck zijn die dingen allemaal? Waar komt rode licht vandaan? I don't know. Ik spuug op alles. Holy shit. Je gaat me toch niet zeggen dat mam het monster al die tijd is geweest, hè? Als dat zo is, dan ga ik echt serieus mijn broek poepen. En ik heb niet een luier aan gedaan. Ho. Licht valt uit. Ik zie niks. Sweetie. Huh? Be quiet now. Huh? Wat? Oh nee! Go somewhere else. Oh, what the fuck is this shit? Just one more. Oh! Ah! Jesus! What the fuck is this shit? Will not take you from me. If you can't be nice and do what mommy says, I'm going to be very angry. None of us want that. Nee, even niet, mam. Want ik heb zo'n gevoel dat jij de monsters bent. En ik wil niet graag. Ik hoorde I will find you. Ik heb geen licht. Ik zie geen flikker. Kan iemand even de rekening betalen voor het licht, zodat ik kan zien wat de fuck. Oh, we zijn bij het huisje. Ah, dus we gaan de laatste memory inleveren. Gezellig. Waarom kan Teddy er niet bij zijn? Nou. Oh. Nu is er wat. Nu zit daar een monster. Ik zweer het je. Er is altijd. Dat. Zo. Ik dacht dat ik de boer had weggedouwd. Maar hij komt alsnog zo van. Hij komt alsnog. Maar. En serieus. Ik verwacht de hele serie al daar een monster. En dan zul je zien. Er komt een monster uit. Hallo. Ik heb geen Teddy. Doe me niks. Ik ben hartstikke bang. Helemaal niks. Oké, hoe krijg ik dan die deur open zonder Teddy? Oh, met zijn pootje. Je hoeft alleen zijn pootje te hebben. En ik heb zijn pootje namelijk. Kijk maar. Daar is zijn pootje. Oké. Nou, dan stoppen we. Olly de olifant. Ik weet niet of ik hem eerder een naam had gegeven, maar hij heet nu Olly. Olly de roze olifant. Boef. Die zegt. Deze gaan altijd zo moeilijk. Oké. En dan komt hij eraan. Toenke, toenke, toen. Poef. Olly is daar. En dan heb ik het pootje. Om daarin te steken. Mag ik het pootje nog meenemen dadelijk? Huh? Waarom gaat de deur niet open?
Huh? Hallo? Hallo? Mag ik het pootje meenemen? Hallo? Ik wil het pootje hebben. Hallo, pootje moet eigenlijk weer op Teddy als ik die vind. Ik verwacht dat ik Teddy namelijk nog ga vinden. Holy shit, wat is daar? Wat is daar? Is dat de kast? Is dat de kast van mijn kamer? Let's hope so. Deurtje gaat open. Ah, engelengezang, nu! Insert engelengezang. En we zijn weer terug! Hier, al mijn memories! Olly de olifant, het medaillon, het muziekdoosje en het boekje. En natuurlijk mijn golfdingen! Mijn bowlingdingen! Yay! Oh, sorry. Nou, Olly, aangezien Teddy er niet is, ben jij me nu mijn beste vriend. Jij gaat mee met mij naar beneden. Het was al die tijd gewoon een droom. Het is over, jongens. Joepie! Oh, ik kan hem niet gooien. Joepie! Oh, het zonnetje schijnt. De vogels fluiten niet. Hier is mijn maan. En er is geen vergiet. Ik moest even rijmen. Sorry, jongens. Hier is mijn maan. Daar is mijn ster die ik heb verzameld. Wacht, was het wel dan een droom? Mijn verhuisdozen. Olly gaat mee. Olly gaat mee. Olly staat trouwens op zijn kop. Kan Olly even rechtgezet worden door iemand? Nee. Dan hou ik hem zo vast. Vind ik ook goed. Weet je wat? Olly, waarom ga jij mee? Nee, grapje. Je dacht dat ik het Olly ging achterlaten. Ah, daar heb je de uiltjes. Het was het wel een droom? Deze deur. Kan ik die open krijgen nu? Nee, die is op slot. Hier vonden we Teddy namelijk in de wasmachine. Want dat is hier. Hier is de waskamer. Dat ben ik. En we lopen hier naar beneden. Ik denk dat het er echt afgelopen is, jongens. We hebben het gedaan. Dat slot ligt eraf door deze sleutel. Deze sleutel heeft dat slot eraf gegooid. Hartstikke leuk. Dat was een zware sleutel. Of die maakte gewoon heel veel herrie. Vond die leuk, denk ik. Hallo. Hallootjes. Mama. Je hebt het hek open gelaten. Weet je hoe gevaarlijk dat wel die is? Ik hoef maar één keer te struikelen op deze trap en ik breek alles wat in mijn hele lichaam zit, man. Olly gaat mee. Dat is een puzzelstuk. Hier heb je de puzzels. Kan ik de puzzels nog even hier... want ik zie dat die niet gemaakt is. Kan ik hem even... Ja? Ik weet niet waar het andere puzzelstukje is. Door Teddy dat hij weg is, heb ik geen licht. Om goed te kijken in het donker. Of in de donkere plekjes. Hier. Zou een deur zitten? Vorige keer. Aan Noah, omdat het nu niet meer is. Ik heb trouwens één achievement niet gehaald. En die moest je namelijk in huis halen. Ik wil toch even kijken of ik die alsnog kan halen. Want ik heb de vorige keer namelijk gespeeld met mijn xylofoon. Waar dat moest. Maar je moest ook hier de piano zo. En dan... Ja! Baby Mozart! Ik heb alsnog de achievement gehaald. Even, ik weet niet of jullie dit zien. Ik ga even shift tabben. Dan zien jullie... Dat ik 3 van de 4 heb. En de vierde is dat je de game uitspeelt. Oh my god. Ik weet niet of jullie ze zien. Ik weet niet of jullie het zien. Maar ik heb, er zijn 4 achievements. En ik heb hem alsnog gehaald. Want door hierop te spelen. En ook op de xylofoon te spelen. Die je in de eerste wereld tegenkwam. Die speeltuinwereld. Krijg je een achievement. Genaamd Baby Mozart. En verder was Bad Lullaby. En nog iets. Ik ben die even kwijt. Trouwens, waarom zou ik daarover nadenken? Als ik ze ook goed kan zien. Even kijken. Give me a minute. Oh, strike. En dat was als ik die, wat ik net ook al deed. Oh, hier is die andere puzzel. Maar. Huh? Wat hoor ik daar? Dat is als je de strike gooit bij het bowlen in je kamer. Hallo? Mama? Olly, ja, even mama momentje. Je bent ver genoeg gekomen. Hier laat ik je achter. Mama? Is dat Teddy? Mama? Is dat Teddy? Mijn Teddy! Mijn Teddy! Hoi! Mijn Teddy! I never meant to.
Tik, tik, tik. Mama? Jij bent het monster, nietwaar? Dan geef me een knuffel. Mama. I love you. Huh. Mama? Mama? Ja? Ik heb Teddy. Ik kan hem alleen niet erbij pakken. Mama? Mama? Mama, alsjeblieft. Je bent toch lief? Kijk zo'n schattige baby ik ben. Nou, weet je wat? Hé, hey, als jij geen aandacht aan mij geeft, dan als ik de middelvinger kon geven, misschien kan ik dat zo een soort van... Fuck you! Nee, dat werkt niet. Fuck you! Hè? Dan ga ik ook daarheen. Ik hoorde daar namelijk ook wat. En ik heb echt het gevoel dat mama al die tijd het monster was. En dat... Oké, wacht even. Dit zijn mijn gedachten. Dit is wat ik denk. Ik zie dat zij hier drinkt. Ik denk dat als zij dronken is, zij niet is wie zij wil zijn. En dat zij daardoor haar baby, zoals je dus hier zag, pijn kan doen. Weg van, haar kunt houden. Dat betekent dus eigenlijk dat al die tijd alle monsters mama was wanneer ze dronken was. Dat is hoe ik denk dat het is. Laat me in de reacties weten of dat ook is hoe het is. Ik zal het misschien zelf ook nog wel over opzoeken. Hoe is mijn flesje? Oh, mijn flesje. Hij is wel leeg, mam. Mam, ik wil het nu drinken. Geef me drinken. Ben een moeder. Oh, hier is donker. Hallo. Die deur gaat ineens open. Moet ik naar buiten? Hallo. Mam, de deur gaat ineens open. Maar er staat niemand voor. Mam. Oké, okay, dan kijk ik zelf wel. Is dat papa? Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Ja, Teddy wordt gemaakt! Maar als die papa is, heeft papa mij Teddy gegeven. Niet mama. Complete Among the Sleep. Weer een prestatie behaald. Twee prestaties in één aflevering. Pardon, dikke, ik ben goed bezig. Holy shit. Dat was Among the Sleep. De afgelopen drie afleveringen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er zo tegenop keek. Want ik heb ze heel slim gedaan. En nou heb ik het gedaan met en ik ben klaar. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Want er is nog een DLC uitgekomen zoals ik twee afleveringen geleden zei. Namelijk de proloog. Zo heet het. Die ga ik ook nog spelen op mijn kanaal. Natuurlijk, hij is gratis. Hij gratis dingetjes. Ik blijf een Hollander, die neem ik natuurlijk gewoon aan. Ik weet niet alleen of ik die nu ga opnemen. Dus daar moet ik weer een andere keer denk ik kijken. Wauw. Als mijn verhaal dus wat ik zei klopt over mama. Dat zij dus, als zij dronken is, verandert in die monsters. Dat is denk ik hoe het is. Want zij drinkt en zij duwt mij weg. En meteen daarna, oh sorry, ik wou het niet, maar ze doet het wel. Wat ik dus denk echt is dat zij verandert in die monsters. En ik ga het nog opzoeken hoor. En als het niet zo is, dan leg ik het aan het eind van deze aflevering nog eens uit. Anders staat ze nu in beeld. Klopt. Maar ik denk dat het echt, of een soort van, als het ongeveer klopt. Als jij het weet, mag je het ook in de reacties zetten. Maar ik denk dat ik er gewoon zelf ook meteen hier na deze aflevering ga googlen of zo. Holy shit, ik vond het wel een vette game. Ik ben blij dat ik het toch gedaan heb. Ondanks dat ik één keer een hartverzakking kreeg. En vorige afleveringen, drie, voor eigenlijk hele kleine kuttingetjes. Eén keer omdat er niks gebeurde. Tweede keer om een stoel. Derde keer omdat er iets gebeurde waarvan ik niet wist waarom dat gebeurde. Holy shit. Deze aflevering is in ieder geval na deze credits een einde. En dan is de serie dus nog ten einde, zoals ik zei. Maar de game is hier alsnog wel klaar. Holy shit, het was een kortere game dan dat je misschien gewend bent. Maar dit was een Kickstarter game. En voor een Kickstarter game vond ik hem echt heel mooi. En als het verhaal, zoals ik denk dat het is, klopt, is het ook een fucking mooi verhaal wat eraan zit. Echt geniaal. Echt geniaal. Holy shit. Waar hebben hier toch veel mensen aan gewerkt? Toch wel. Holy shit.
Oh, maar ben ik toch blij dat het voorbij is, toch ook? Ja, voorbij is het niet. Dat is jammer. als ik nou klaar was geweest voordat die proloog uit was gekomen, had ik gezegd: oh, finally, I'm done with it. Maar dat is niet zo, want ik ga nog de proloog doen. En ik verwacht dat de proloog niet lief zal zijn voor mij. Zo de knetter, zeg. Hier hebben echt veel mensen aan gewerkt. En ik denk dat als papa is. Want ik heb papa nooit gezien. Maar het is een mannelijke stem. En het lijkt me niet de vriend van moeder. Want waarom is die dan niet in huis? Dus ik denk dat mijn ouders gescheiden zijn. Of papa is altijd aan het werk. Maar dat lijkt me sterk. En Teddy komt dus, als dat papa was, van papa af. Oeh. Teddy komt van papa af. Leuk. En mama die kan dus niet voor haar kind zorgen. Ik bedoel, ze geven in eerste instantie een cadeautje waar niks in zit. Overigens, helemaal in de eerste aflevering heet dat ook echt van alsof het een licht cadeautje is. Maar ik heb daar een teddy gekregen in die doos. Alleen toen ik de doos daadwerkelijk open kon maken, was hij er al uitgeklommen. De reden waarom ik hem toen niet zag is omdat de deksel heel klein beetje open ging en ik mijn muis nog niet kon bewegen, omdat hij dacht dat ik met mijn controller ging spelen. Als ik namelijk wat naar beneden had gekeken, had ik net een klein beetje van Teddy gezien. Dus Teddy kwam daadwerkelijk uit dat grote cadeau waarvan ik toen dacht dat het leeg was. Maar dan heeft mam dus gedaan alsof het haar cadeautje was of zo. I don't know. Of heeft ze dat ooit wel gezegd dat het haar cadeautje was? Ze had in ieder geval een cadeautje. En ik mocht het boven openmaken. En daar is het Teddy. Teddy gaat terugkomen, want ik weet zeker als die arm gemaakt is. Al ben ik benieuwd hoe die aan die arm gaat komen, aangezien ik dat in dat huisje heb achtergelaten. Ik weet niet hoe die aan die arm gaat komen. Misschien krijgt hij die. Misschien koopt hij mijn nieuwe Teddy. Ik hoop het niet, want ik hou van deze Teddy. Deze Teddy. Ik ben er nooit echt achter gekomen of die mij daadwerkelijk heeft beschermd tegen de kwade wezens van het duister. Hè, dat weet ik niet. Oftewel mijn moeder. Even ervan uitgaan dat het mijn moeder was. Dan heeft het me daar niet goed tegen kunnen beschermen. En I don't know. Het was een fucking vette game. Ik ben blij dat ik in ieder geval al tot hier ben. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het alleen jammer dat ik nog niet helemaal klaar ben. Maar ik ga het met plezier doen. Want ik keek eerlijk gezegd dus een beetje naar deze afgelopen aflevering die ik heb moeten maken. Zoals jullie bijvoorbeeld aan mijn shirt kunnen zien. De afgelopen 3 afleveringen heb moeten maken. En daarnaartoe keek ik een beetje uit van. Ik weet niet hoor. Ik vind het wel eng. Ik bedoel, de vorige keer schrok ik me zo'n hartverzakking dat ik niks meer durfde. Maar nu is het dan toch echt afgelopen, denk ik. Het is alleen nu wachten op de credits. Dus wacht op de credits. Oeh, liedje. Laten we even luisteren naar dat liedje. Ga door, liedje. Oké, nu buy it on iTunes. Wat was dat van? Je hoorde er 5 klankjes of zo en dat was het liedje. Oeh, nu hoor ik wel iets spannendere muziek. Shit. Oh my god. Dit is echt een lange lijst trouwens. Jezus. Hey, ik zie Jesse Spaghetti Vossen. Hallo meneer Spaghetti. Als Jesse tenminste een man is. Hallo meneer Spaghetti. Weet je wat, ik gooi gewoon Samson er wel overheen. Die kan het veel beter dan ik. Oh, dag meneer Spaghetti. Want het eerste is het Alberto. Ten eerste is het Alberto. En ten tweede! Ik hou ook wel van spaghetti. Waarom staat er een vinkje voor Jonas Alfredson? I don't know. Dat soort dingen vallen mij op. Ik zie wel soms een Twitternaam voorbij komen. Of bijnamen dus, wat net als spaghetti. Maar Tamayika Bello met hoofdletters L. JP. JTE. Heel veel mensen hebben hier aan gewerkt. Jesus fucking Christ. Heel veel mensen. Heel veel mensen. Heel veel mensen. Zoveel mensen heb ik nog nooit in mijn hele leven gezien in een game. Nee, maar vooral verbaast mij. Dit is een gamecrew die je zou zeggen bij een grote game. Maar dit is een Kickstarter game. Dat betekent dus dat het 1 iemand of in ieder geval een kleine groep is die eraan heeft gewerkt, zou je normaal zeggen. Oh, daar heb je weer die klank hoor. Daar heb je weer die 5 klanken.
Oh, het gaat door! En daar houdt het op. Godverdamme! Ja. Jongen, nee, maar dat het zo'n grote crew is. Jesus fucking Christ. Ik bedoel, echt waar, is het echt zo dat het zo'n grote crew is? Of zijn dit gewoon niet alle mensen die eraan gewerkt hebben, maar bijvoorbeeld ook commercieel eraan gewerkt? Want, ja, het zag er wel fucking mooi uit, deze game. Dat was eigenlijk de grote reden dat ik deze game ook begon te doen. Waarom begint het nou zo spannend te worden? Doe eens even wat zachter. Wat zijn ze aan het vertellen? Nee, nee, zachter. Goed zo. Goed zo, applausje voor de muziek. Nee. Ga eens weg. Ik ben hier een verhaal aan vertellen over hoe mooi jullie game is. We zijn pas bij de M. En zie hoeveel M. Oh, dat gaat nog even duren. Want hierna komt de N, de O, de P, de Q, etcetera, etcetera, etcetera. En ik weet zeker dat zelfs bij de Q en de Z en de Griekse I er allemaal nog zoveel namen opkomen. Wel, heel veel Michaels die eraan gewerkt hebben. Staat er ook Michael Box bij voor een speler? Nee? Gespeeld door Michael Box / MacDurb. A.k.a. MacDurb. Never know. Jongen, jongen, wat duurt het allemaal zo lang? Moet het allemaal zo lang? Waarom zijn er zoveel mensen die eraan gewerkt hebben? Waarom is het niet, godverdamme? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt een andere Kickstarter game die heel populair is geworden, die ik ook trouwens niet ga doen. Jullie mogen hem aanvragen zolang als je wil. Ik ga hem niet doen, niet Among Your Sleep, want die heb ik nou zo juist afgesloten. Hoe heet die game? Oh, kom op. Five Nights at Freddy's. Die hebben 3 versies en die is allemaal gemaakt door 1 man. Als er credits zijn, is dat serieus? Hoe heet die? Weet niet. Ik weet zijn naam even niet. Ik heb die game namelijk wel gevolgd en gekeken of vond het interessant wat daarmee gebeurde. Maar ik ga hem niet spelen. Laat dat voorop staan. Ik ga die niet spelen. Ik denk dat ik nog niet de eerste game voorbij kom qua hartaanvallen. Laat staan dat ik het ga redden om die 5e nacht te doen. Want mensen die ik het heb zien halen, die zijn of heel erg goed geworden in de game, of hebben daar gewoon tyfus lang over gedaan. Dat ga ik dus niet proberen. Ik ga dat niet doen. Ik ga me geen 6000 hartverzakkingen schrikken. Alleen om het verhaal waar ik al het antwoord allemaal nu eens niet op weet. Omdat Five Nights at Freddy's 3 dus al geweest is. Heb ik dus alles al gezien. En bla bla bla. En weet ik alles al. Niet zelf gespeeld overigens. Maar gezien dus bij andere YouTubers. Ik ga het niet doen. Je kunt het zoveel aanvragen. Maar... Weet je wat? Ik ga jullie toch aanvragen. Willen jullie misschien een andere horror game van mij zien? Laat me weten in de reactie. Ik zeg niet dat ik het doe. Laat daar voorop staan. Je kunt noemen wat je wil. Ik ga niet zeggen, oh, dat ga ik ook doen. Maar, nou, deze horror game is klaar. Ja, voor de rest heb ik Slender op mijn kanaal gehad. En dit. En daar houdt het dan mee op met de horror. Mijn facecam zegt gewoon nu, nope. Gezellig. Kan ik heel even zonder dat het helemaal kapot gaat bij mijn Among the Sleep. Even afsluiten. Fingers crossed. Opslaan. En nieuwe starten. Go. Zo, ben ik weer. Als goed gaat. Ja, is als het goed is niks verkeerd gegaan bij mijn Among the Sleep opnames. Mijn facecam hield er gewoon mee op. Want het was een uur geweest. Want ik heb nu 2 keer 3 kwartier tot 20 minuten opgenomen. 2 keer daarvan. En de 3e keer is dus nu al heel erg lang. Ja, want deze credits stoppen nooit. Maar ik ga ze ook niet skippen. Ik heb al lang iets in beeld geplaatst dat je kunt skippen als je ze wilt skippen. Maar ik ga ze niet skippen. Hey, hartjes. This list will never end. Inderdaad! This list will never end! Oh, come on! Weet je wat, we gaan ook iets in de reacties zetten. Voor de mensen die dit nu kijken. Ik ga even om me heen kijken. Weet je wat, iets wat eigenlijk totaal nergens op slaat. Is brillendoekje. Brillendoekje. Ik wil dat jullie brillendoekje in de reacties zetten. Als jij nu kijkt. Ja, brillendoekje. Want dan weet ik dat hoeveel mensen dus daadwerkelijk naar mijn bullshit luisteren. Ondertussen zijn we bij de V en alweer bij de W aangekomen. Dus we zijn, als het goed is, bijna ten einde. Hopefully is die naam die we net zagen, This List Will Never End, niet waar. Stopt het op een gegeven moment ook. Hier zie je hoeveel
Nou, ei valt nog mee, maar zie hoeveel z er nog is. Alles ei en q, de letters waar je het eigenlijk minste. En all other backers. Are you fucking kidding me? Komt er nog wat? Oh nee, er komt niks meer achteraan. Oké. And all other backers. Er zijn denk ik heel veel die het gesteund hebben. Oh, ik denk dat dat het is. Als jij geld hebt gedoneerd aan... Holy shit. Als je geld hebt gedoneerd aan... aan deze games. Want je moest geld doneren. Want dit werd niet door iets betaald. Anders dan de mensen die de game graag bouwden. En ik geloof dat als je erin geld in stak. Dat je er nog de game of gratis kreeg. Of met korting kreeg. Of weet ik veel wat. Ik denk dat die namen we net zojuist allemaal gezien hebben. Ik denk dat dat het is. In ieder geval. We zijn dus terug hier bij het startscherm. Chapter selection. Finale. Credits en proloog. En proloog niet aan te klikken, dus het is inderdaad waar. Had ik het aangeklikt, had hij de rest allemaal dus voor niks gedaan. Dus ik ga de volgende keer de proloog doen. Ik bedank jullie voor nu, in ieder geval voor het kijken. En deze is toch wel finale, zoals het hier staat. Finale van Among the Sleep. Druk dus even op het duimpje omhoog. Abonneer hieronder. Laat een leuke reactie achter. Ook abonneer hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij Among the Sleep Proloog. De additional DLC. DC Longs. DLC. Tot de volgende keer. Later. Doei. Kijk, ik gooi mijn appel mee naar het eind. Appel gaat mee. Hoef. Ik hoor allemaal mijn eigen geluid en daar ben ik weer bang voor. Het is echt. Het is weer een echte ouderwetse Among the Sleep aflevering. Michael maakt zichzelf bang met geluiden waar hij niet bang voor hoeft te zijn. Namelijk zuchtende baby's.